Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Renske, en vandaag hebben jullie wat Call of the Black Ops 2 gameplay. En vandaag is het op drone, en deze map, hè, die krijg je echt bijna nooit. Dat is iets wat me echt opviel, want toen ik nog echt Black Ops 2 speelde, toen Call of the Ghost nog niet uit was, kreeg je deze map gewoon nooit. Of in ieder geval ik niet, misschien denk ik iets verkeerd. Maar in ieder geval, het is ook niet echt een heel leuke map, ik vind het best een kut map. Dus we spelen met de MSMC, omdat het toch een klote map is, moet een beetje tryhard doen natuurlijk. En ik kan in dit spel eigenlijk alleen nog maar met submachine guns spelen. Ik had geprobeerd met assault rifles. Want toen ik nog Black Ops 2 speelde, speelde ik eigenlijk altijd met assault rifles, of in ieder geval voor het grootste gedeelte. En op het moment, ik vind ze zo zwak, ik krijg mensen er gewoon niet mee dood. En misschien schiet ik mis, want dat denk ik nou wel, maar ja, ik weet niet, ik vind het gewoon niet fijn. Het beweegt om zo traag, kan ik mijn sensitivity wel weer omhoog gooien, maar... Nee, ik vind het niks meer. Ik weet niet of dat jullie hetzelfde probleem ook hebben, of dat het gewoon iets is wat dat ik heb. Misschien ben ik gewoon een beetje apart. Dat kan natuurlijk ook. En ik vertrouw niet dat daar... Ja, ik kan zeggen, ik zag ze daar wel. In die bergen zaten volgens mij of enemies of daar waren die teammates die er al zijn. Even kijken op de kaart. Nee, daar waren mijn teammates. Waar zijn de enemies dan? Waar de heck zijn die enemies heen? Wat? Ze zitten al bij A. Fijn. Ik kan helemaal naar A lopen. Nee, shit. Je kijkt hoeveel kogels ik nodig had, de kerel, man. Dat waren er best wel wit. 19. Daar heb ik er nog over, dus daar heb ik er 11 geschoten of zo. Dat valt dan eigenlijk nog mee. Dit ding heeft gewoon een lage fire rate. Kom dan tevoorschijn, er staat er een. Hij komt niet, hè. Of was hij naar binnen geklommen? Hij was gewoon naar binnen geklommen. Juist. Wel handig dat hier de silence op zit. Had ik hier eigenlijk ook misschien ook wel op moeten doen, maar... Ja. Ik speel trouwens met Orbital, Dogs en Swarm. En er komt... Dit is mijn tweede potje van de dag. Ik heb net een ander potje, was gejoined. En ja, ik zie mezelf nou geen nuke halen. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Dus ik denk, ja, ik pak al gewoon streakjes. Dan heb ik tenminste een leuk score. En dat is ook belangrijk, natuurlijk. Want die heb ik al veel niet, die heb ik al lang niet meer gehaald in Black Ops 2. Omdat ik toen heel veel competitive ging spelen op het einde. En daar stond de enemy. Maar in ieder geval, het komt dus op neer dat ik heel weinig streaks had gehaald toen. Hoppakee. De kerel die verwachtte volgens mij dat ik er was. Maar begon te schieten en er kwam er in mijn rug. Zag hem. Ik had hem al gezien. Ha! Ha! Teabaggen. Oké, er zit er een onder mij. Teammate. Fix jij die? Nee, die fix jij niet. Nou is de vraag welke kant ze komen. Ik neem aan hier. Hoop ik. Hoppakee. Ik heb bijna mijn orbital. Als ik die even binnenhaal, dan hebben we feest. Teammate. Oh, die had een tactical insertion. Of niet, die teammate. Los. Ik heb orbital even kijken. Ja, er zit hier nog steeds iemand binnen. Aha. Waar zijn jullie hier van plan, jongens? Holy fuck, ik had niet eens gezien dat hij er op de grond lag. Wacht even. Belangrijk. No. Ze zijn er gewoon aan het boosten. What the heck, maat. Wat is er met die mensen in dit spel? Zo niet. Ik heb een orbital, ik zag het gewoon niet. Ik zat zo gefocust op die boostertjes daar. Ik zei camp in eerste instantie. Ik bedoel boosten. What the fuck, man. Dit spel is anderhalf jaar oud en... Ik had ons bestreaks gehaald. Dus die klootzakken daar niet zaten te boosten. Dan had ik gewoon... fatsoenlijk kunnen spelen. Alleen nu zat ik echt gefocust op die twee bitches daar, jongen. Zo, hé, man. Dat meen je toch niet? Dat kun je toch niet mee? Ik vond het al raar. Die team met die spande overnieuw. En die killt weer iemand. En, ik denk, wat is dit? Ik had het in eerste instantie niet eens door, jongen. Dat verwacht je er niet, jongen. Dat mensen zo triest zijn in dit spel. Zal hij er nog steeds zitten? Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Ik ga even kijken. Daar zitten we allemaal rond te kijken van... Ik durf niet. Ik wil hier... boosten, ja. Fuck jou, hier, fuck jou. Wat ben jij voor retard, maat? Jij moet echt dood, holy shit. Wat is er met die mensen in dit spel, echt. Die zijn zo triest. Wauw, en dan nog Max Prestige zal waarschijnlijk ook of geboost of gehackt zijn. We gaan hem gewoon achterna, we gaan hem gewoon de hele tijd achterna zitten. Geen achter mij. Ja, ik wist dat er een achter mij zat, maar ja, ik ga die kerel zoeken. We gaan die boostertjes opzoeken. Oh, die zijn met z'n drieën. Kijk maar, 1 op 10 en 1 op 10, een splitscreen. Volgens mij zijn ze met z'n drieën aan het boosten. En dan heeft hij nog zijn streaks niet in de eerste ronde. Wat? Dan doe je het wel echt verkeerd. 17-2. Pak die shotgun. Zal hij hier naar boven? Ah, hier staat een ding. Ha! Lekker voor je. Nou, dat kun je niet menen, man. Nou nog. Ja, oh, die teammate is zo dom, hè. Hij heeft zijn eerste orbital gehaald van zijn leven.
En dan doet hij hem 10 tellen voor het einde van de match. Nee, hij schiet niet. Nee. Hij schoot hem omdat hij nog moest laden. Zo oneerlijk. 21-3, maar wauw. Moet je... Ah, waarom ga ik dan nog dood? Ik switch het snel van wapen. Ja. Yeah. Hij moest het gewoon doen, maar omdat ik hem dan nog switchen, was dat weer gecanceld. Dit spel is zo broken, man. Even kijken hoe klootzak er was. We gaan hem achterna zitten. Deze homo. 6-5? En jij zat te boosten? Serieus? We gaan hem achterna zitten. Oké. Okay. Fuck die punten. Fuck mijn KD. We gaan hem kloten. Come on. Missie van vandaag. Hij wil challenges halen of zo, weet ik veel. Oppas dat ik nou niet weer afgeleid word, want dat was net eigenlijk wel het geval toen ik mijn orbital had. Toen zat ik ineens op hun te letten. Niet handig. Oh, ze hebben ook dezelfde clan tag. Oh, daar zijn hun tweeën dan. Waar staat die boss? Hi. 2 om 13. Hij was er dan een beetje aan het kloten. Ja, ik weet het ook niet meer, jongens. Ik weet het niet meer. Het enige wat ik weet is dat ze fucking retarders zijn. Nope. Oh, shit. Eigenlijk zou ik met die rocket launch moeten proberen, maar... Proberen? Ik ga het proberen. Fuck yeah. Niet handig, valt zo dichtbij, maar ik schiet gewoon. Ik heb scheid. Ik ben heel weak. Ik zag er een enemy in de overkant. Ik wacht even om health regenerate. Daar lag er nog eentje. Ik weet officieel dood. Hij is volgens mij al dood. Op de UV te zien, zie ik niks meer. Dus ik moet weten waar die kerel is. Die team is van mij. Waar is hij heen gevlucht? Die kerel die hier zat te boosten. Hij heeft hier weer zijn dingen liggen. Ik neem aan. Ah, hij redt hem weg. Hij durft niet. Hij durft niet. Ah, uit. Sukkertjes, jongens. Sukkertjes. No, 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 no. Er was nog één. Oeh, ik heb de shotgun nodig. Dat kan me wel helpen bij die boostertjes. Zeker, zeker nice. Ik moet die weg. Ik zit hier niet veilig, weet ik wel. Boom! Wat proberen ze eigenlijk te bereiken? Ik ben benieuwd. Want als zij een killstreaks willen halen, dan had ik gehoopt dat het toch wel iets sneller ging als we nou doen. Want dit is wel heel trieste bedoeling. 28-3. Waar is die kerel heen? Volgens mij staat die enemy staat daar, of niet? Ja, daar staat hij. Dan denk ik dat hij daar toch wel die enemy naar boven komt. Ik wil gewoon... Die mensen kutten, daar vind ik gewoon terecht. Want ik haat mensen die boosten. Dat vind ik echt het ergste wat er is. Misschien nog wel erger dan mensen die hacken. Want daar heb ik eigenlijk geen last van. Tenzij je natuurlijk hacks gebruikt, auto even en al die onzin. Maar als je een prestige hack gebruikt, dan vind ik fucking gay. Dat vind ik echt super triest. Maar dat vind ik minder ergens boosten. Omdat je boosten hebben andere mensen last van in een lobby. En dat is met zo'n prestige hack niet echt. Tenzij je natuurlijk al die perks krijgt. Want in Call of the Ghost zijn er hacks. En dat is een prestige hack. Maar als je die doet, krijg je alle perks bij jouw klasse, zeg maar. Dus je kunt alles tegelijkertijd gebruiken. Oké. Okay. Oh, daar ben jij weer. Hey, maat. Hey, hoe is het nou met jou? Come on. Come on, come on. Ik moet mijn auto eigenlijk halen. Dan kan ik ze makkelijk zien lopen. Want dan zie ik toch naar wie hij toe gaat. Echt, waar is er aan de hand met die mensen? Wat is er aan de hand met die mensen? Jongen. Atjewa. Pak je kill zo af. Hij moet sterven, dat zal wel terecht zijn. Ah, dat was mijn kill, maat. Ik denk hij zal op een jatten. Hij had hem gejat. Oh shit. Zullen ze hier misschien doekjes staan te wachten op hem? Oh shit, wacht. We moeten C-cap hebben. We hebben hem orbital. Handig staan, dat is handig. Dan zie ik waar hij heen gaat. Naar welke camper is. Nee. Ik zeg niks meer. Krijgen we gelijk een county V tegen. Maar waar is er nou? Ik wil wel mijn streaks halen eigenlijk. Maar we hebben nog 1 minuut en de match is toch bijna afgelopen. Maar zal hij daar boven weer zitten? Ik weet niet, ik denk het wel. De mensen zijn te dom. Die snappen dan anders niet. Even kijken. Yep, hij zit hier weer. Waar is hij? Waar is de tag insert? Ik denk hij zal hier wel zijn. Stel hem doek. Ik zie geen tag insert. Dat is een beetje jammer. Komt er een aan. Hoppakee, we staan 10-0. Ja, dat interesseert me helemaal niks eigenlijk. Misschien dat ik hier nog... Ah ja, we zijn allebei dood. Weg hier, weg hier. Best wel weak. Teammates, waarom gaan jullie dan niet dood? Als jullie dood moeten, dan gaan jullie niet dood. Die enemy is wel dood.
Als ik nog één kill heb, heb ik mijn streaks op het minst. Dan heb ik iets bereikt in het potje. Ook al is het 25 punten van het einde. Maar ja, ik heb mijn streaks gehaald. Die twee mensen zaten de boost, 100% zeker. Ik kan mij niet vertellen dat ze voor de grap die tech instills langs elkaar leggen. Maar wat ze aan het boosten waren, weet ik niet. Want als je aan het boosten bent en je kunt nog een kills maken, dan doe je toch echt iets verkeerd. Ik heb mijn swarm, dat maakt niet uit. Het match is afgelopen. Maar even serieus, jongens. Boosten voor een game die al zo oud is eigenlijk. Die al ruim een jaar oud is. Ik kan niet begrijpen. 36-3. Scoren boeit mij eigenlijk niet. Maar in ieder geval, ik heb het toch zo leuk gevonden. En laten we achter in de comments van of jullie eigenlijk nou nog steeds Black Ops 2 spelen. En zo ja, komen jullie ook nog steeds boosters tegen. Want wat de heck doen die mensen, jongens. Alsjeblieft, waarvoor zit je te boosten? Ik snap het echt niet. Maar in ieder geval, misschien wel positieve KD of zo voor die mensen. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie vakantie. Ik spreek jullie waarschijnlijk morgen alweer. Want ik ga gewoon weer proberen elke dag te uploaden nou. En dat wordt moeilijk, maar ik ga het mijn best doen. Dus tot de volgende keer. En houden we. Dan maar niet. Dan maar geen plichten verbrengen. Wat denk je nou? Oké. Okay. Oh, die auto van hem ontploft voor mij niet. Haha, wist ik. Mijne kan dat hebben. Oh shit, mijn held. Holy crap, weg hier. Alsjeblieft, Haley, schiet niet op mij. Schiet niet op mij. Weet je wel, ik ga zo doen, dan kan hij me niet raken. Hoop ik. Ofwel, hij schiet gewoon raak. Oké. Okay. En dat is eigenlijk altijd wel een beetje met burstwapens. Die lijken al heel snel overpowered. En ik moet toegeven, hij was enorm sterk. Want van dichtbij was eigenlijk altijd een one burst kill. En het werd op zich ook wel tijd dat ze dingen gepatcht hebben. En die hebben ze inderdaad ook gepatcht. En ze hebben best wel veel dingen veranderd. Zo hebben ze als eerste de range reduced. Dus hij heeft minder damage op range. En persoonlijk vond ik dat die MSBS eigenlijk al heel weinig damage had. Hij had een enorme bullet drop. Dus dat vind ik eigenlijk een beetje nutteloos. Want het wapen was alleen goed van heel dichtbij. Of van middelmatig afstand was het altijd een one burst kill.